Kijk, het is te warm om iets te doen. Dus wat heb je dan? De automatische grasmaaier. Het mooie is dat ik eigenlijk net hoorde dat het helemaal geen probleem is om gras te maaien. Want je partner gaat gewoon iedere dag maaien. Maar dit is wel een van de betere. Deze kost 500 euro, hè? 600. Zo? 600. 600. Ben je dat tegen? Nee. Maar dat is juist de één bedoeling. Kunnen we de hoogte beter? Nou. 60 mm hoogte tot en met 20. Stopknop. En dit is om te laden? Ja. Daar schuift hij mee in zijn laadstation. En wanneer loopt hij vast? Als de grote gaten zitten. Of als hij ergens in het water kukelt. Ja, of als het onbereik is, hè? Ja. Mm-hmm. Ik zeg, we gaan tot de rand kan maaien. Bij anderen zit die schijf allemaal in het midden. Mm-hmm. De maaischijf. En hier gaat hij rijden. Hij maait, pas op, want dat is een super. Ja. Hij maait het aan de afstand van het wiel. Dus waar het wiel loopt, zover kan hij ook maaien. Dit slingert rond, hè, die dingen. Oké, okay. Twee wielen en één gewoon glijden. Dat is een voorwiel. Kijk, als die in een te diep gat komt, dan komt hij niet uit. En dit geeft natuurlijk hoogte aan, gewoon hoe ver hij naar boven en naar beneden zit. Sorry? Hij geeft gewoon de hoogte aan. Dit, daar stel je met die grote draaischroef. Boven, ja. Ja, precies. Ja, okay. Ja. Dan kan je van 20 tot 60 mm. Hier zit hij voor de USB-stick. Om een update Oh ja, dat is hier. Ja. Want je moet hem dus... Dan moet ik zo meteen die update inzetten. Top. Als je telefoon kan sturen, als je die app downloadt. Maar je kan hem in ieder geval met die app... Het belangrijkste natuurlijk dat je een programma kan meegeven wanneer je wilt dat hij maait. Ja. Dat hij niet s'nachts begint, maar gewoon op een goed moment. Dat hij niet begint als dat gras nog nat is. En dat niet elke dag misschien begint. Of als mensen nog slapen, dat is ook vervelend voor de omgeving. Nee, want je hoort hem nauwelijks. Ik zat hier gisteren. Ik zat hier gisteren te lezen. Ik kwam Max langs. Kijk, heeft al een naam, Max. Dat hij naar zijn hok gaat, hè? Weet je? Ja, laat me zien. Hij moet wel bieden aan die kerk. Dat is een probleem natuurlijk. Yes! Ik zeg. Ik zet hem aan. Ja? Staat hij op één of niet? Nou, hij doet zijn werk wel heel geruisloos. Ik zeg echt dat nul, ik moet hem aanzetten. Zo. Kijk, dan begint hij op te knipperen. Hij is nou klaar, dan zeg ik start. Ga je naar je hok. Ik zeg oké. Dan gaat hij naar zijn hok. Ha, kijk, daar gaat hij. Nou, dan rijdt hij keurig over het randje. Dadelijk gaat hij niet zo. Is glijderrailtje, kabeltje. En dan moet hij hier het opritje over, of het pad over. En je hoort hoe stil die is. Nou, even kijken hoe goed hij de rand nou pakt. Het blij is natuurlijk dat hij de randen meeneemt, anders moet je nog overal met de kanten maaien langs. Hier, kasseien. Die gaan zo goed in een lastig hoekje bij de heg. Maar tot nu toe heeft hij zich één keer vastgereden door gewoon een gat in de tuin. Lastig, want hij zat net een beetje in het gat hier. Maar daar komt hij toch weer uit. Hoekje achter in de tuin. Hier is een kwedel. En net als met een robotstofzuiger en een dweilrobot gaan ze gewoon zelf
naar het laadpunt. Groen, laden mag. Ja. Dus hij is eigenlijk al helemaal vol. Ja. Dus nou kan ik zeggen van... Nou ga ik in. Kijk, dan krijgen we dus iets meer geluid. En ook iets sneller. Maar goed, voor het geluidsniveau. Dat hoor je nog harder dan deze. Hier. Kijk. Harder van mijn ding. Van de... De sproeier? Nee, van de caravan. Die kijk. Die gaat draaien. Oh. Mooi. En kun je hem nou ook gewoon hier stopzetten? De noodknop. Hoppla. That's it. Dat was de review. Maar goed, alles in bericht.